Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Julia en ik heb weer een shoplog van een van mijn favoriete shops. Van een van mijn favoriete winkels, namelijk Lovies. Ik koop er zelf wel eens kleding, maar ik werk ook heel vaak met ze samen. En dit is ook een samenwerking niet betaald gekregen. Dus ik laat lekker een paar items zien. Neem vooral daar even een kijkje. Want ze hebben super veel leuke zomeritems. Ik zie er ook heel veel meiden in lopen. Ze gaan helemaal mee met de trend. Dus ik ook. We gaan beginnen met het eerste item. Het eerste item is gelijk een van mijn lievelings. Dat is dit jurkje. Hij heeft van die spaghetti bandjes. En een heel leuk printje volgens mij. Deze zijn madeliefjes toch? Dat denk ik wel. En hij heeft hier... hij is een soort van geraafd van het elastiek. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe hij zit. Dus ik ga hem even aan doen. Het volgende item is weer iets stoerder item. Oké, hij is wel roze. Maar roze kan ook stoer zijn. Een heel leuke t-shirt. Ik heb al een ander shirt van Lovies. En ze hebben echt van die leuke t-shirts met een best wel toffe print. Volgens mij 3 it shirts ook. En ik doe dan deze vaak met een knoopje omhoog dragen. Of in mijn broek. Eigenlijk bijna nooit helemaal lang. Maar ik dacht, omdat ik wat bruin ben geworden door de zomer, is het wel een heel erg leuk shirtje. Dan ben ik de laatste tijd ook heel erg into de jurkjes. Lekker een jurkje aan met lange mouwen, Dr. Martens onder en dan lekker naar het terras. Heerlijk. Dus ik heb ook een heel leuk jurkje gekozen. Dat is deze in het wit. Ja, nu lijkt het eigenlijk nog een beetje op een soepjurk, maar je moet hem denk ik even aanzien. Het heeft dit reliefje, zeg maar. Hier is het wat meer doorschijnend, dus het is ook nog wel luchtdoorlatend, winddoorlatend. En hij heeft hier van die touwtjes, die zou je nog eventueel vast kunnen knopen, maar dat is ook leuk om los te laten. En volgens mij is hij ook hartstikke leuk met een riempje. Maar let's try it on. Dan om weer even in de wat stoerdere sferen te blijven. Een jeans. Hij heeft heel veel knopen. Dus dat wordt forever je plas inhouden. Want dit wil je niet op de wc. Maar oké, grapje. Hij is best wel lang volgens mij. Ze hebben best wel veel verschillende maten ervan. En hij heeft hier op het einde zo'n split. En ik hoop dat ik hem pas, want ik ben 1,60 meter. Maar ik dacht, we kunnen het wel weer een keertje proberen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik een item die ik eigenlijk al in een andere kleur heb. Dat is deze crop top. Deze heeft een beetje een ribbeltjes reliefje. En deze heb ik ook al in het lichtroze. Maar ik ben zo verliefd op die top. En ik kon die roze natuurlijk niet bij alles combineren. Bijvoorbeeld niet bij een rood rokje. Dus daarom wil ik ook graag een witte. En daar ben ik super blij mee. Deze kan je echt voor alles gebruiken. Dan heb ik een heel erg leuk kettingje. Deze zie ik de laatste tijd best wel vaak voorbij komen. Tenminste zulke gelijke. Soortgelijke kettingjes. En deze heeft allemaal superleuke kleurtjes zoals je kan zien. Is laatst tijd een trend. Ik ga helemaal met die trend mee. Ik vind het echt, ik vind het top. Heel erg cute. Volgens mij vindt Stefan het niet leuk. Die vindt het kinderachtig. Maar ja, ik vind het echt superleuk. En dan last but not least. Weer een daisy printje. Ook een jurkje. En die heeft dan zulke mouwtjes. Zwart met wit en geel. Nou, ik vind hem heel schattig. Ze hebben super veel met dit printje en andere printjes en jurkjes. En ik wilde deze al best wel lang. Zo eentje met zo'n printje. Maar hij was steeds uitverkocht als ik dan weer wat items mocht uitkiezen. Dus nu heb ik hem eindelijk en ik kan niet wachten om hem aan te doen. Dit waren alle items en ik weet eigenlijk niet of ik een kortingscode heb. Dus ik ga ze zo eventjes mailen of ik dat voor jullie kan regelen. Zo ja, staat die waarschijnlijk hier en in de beschrijving. Dus wees er snel bij, want een kortingscode duurt vaak maar 2 dagen. En ik hoop jullie dan weer graag te zien bij een nieuwe video van mij. Doei!
En bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.